In deze video nemen we je mee hoe we 5 jaar geleden kozen voor een vrij leven en de redrace achter ons lieten. En hoe we in die afgelopen 5 jaar stilletjes aan weer in een nieuwe redrace terechtkwamen. Een reizende redrace. En wat hebben we gedaan om daar weer uit te komen? We vertellen het in deze video. Ja, we zijn door mooie processen heen gegaan. Transformaties meegemaakt, zowel individueel als gezin. Onderweg is onze dochter geboren, Filou. Ja, en dat brengt me op het volgende. Laten we ons eerst even voorstellen. Ik ben Angela. Ik ben Tino. En samen met onze dochter Filou reizen we continu de wereld rond als Dutch Nomad Couple. Moderne nomaden die continu op zoek zijn naar ultieme vrijheid. Sinds de dag I live in a dream. September 2016, we stapten met 2 backpacks het vliegtuig in richting Mexico, naar Tulum. Letterlijk en figuurlijk de jungle stapten we in. Ja, ik kan me het gevoel nog zo goed voorstellen toen we opstegen met het vliegtuig vanuit Brussel zijn we toen gevlogen. Ja. Geweldig. Natuurlijk voelde het eerst als vakantie, ja. Maar ook wel het gevoel van we hoeven niet meer terug. Nee. We kunnen gaan en staan waar we willen, dat was wel echt ultiem. Ultieme vrijheid. Ja, echt fantastisch. Echt een ruimte om te spelen, experimenteren, vooral te doen wat we het allerleukste vonden om te doen. Ja, het was ook niet gelijk heel makkelijk om dat te ondervinden of om dat te vinden. Maar gaandeweg merkten we dat er creativiteit vrij kwam. En je bent natuurlijk in zo'n mooie omgeving, dus we maakten sowieso... We gingen automatisch foto's maken en video's maken om onze reis en avonturen vast te leggen voor onszelf en voor vrienden en familie. En we hadden zoiets van, waarom gaan we daar niet iets mee doen voor op social media? Ja, we hebben op een gegeven moment besloten, we gaan een vlog maken. Ja. En dat zijn we elke week gaan doen. Foto's op Instagram, dat was helemaal jouw ding. Ja, ik vond het wel heel erg leuk, ook om die verbinding te maken met andere reizigers. En gewoon connectie te maken met like-minded mensen die gewoon dezelfde stap ook hadden genomen of die ook heel erg van reizen houden. En jij was video's aan het editen, dat was ook iets wat je vroeger wel heel veel deed, maar dat kwam nu weer. Kwam helemaal weer naar boven inderdaad. Daar had ik de jaren daarvoor weinig tot niks meer mee gedaan, maar dat gaf zoveel energie. Ja. En inderdaad op YouTube gezet. En doordat we dat deden, elke week een video, veel foto's posten, kregen we een eerste aanvraag via Instagram om te verblijven in een mooie locatie. Ja, het was een hele leuke accommodatie midden in de jungle van die cabanas, dus van die hutjes met die palmdaken zeg maar, van palmbladeren gemaakt. En er was een Parijzenaar, zo zeg je dat toch? Ja, ja Quinten. Die is in Tulum gaan wonen en is dat toen gestart. En hij vroeg aan ons van zouden jullie willen verblijven in een van die cabanas in de jungle? In ruil voor het maken van content, zodat hij dat kon gebruiken voor zijn socials. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Ja, dat was echt een unieke ervaring. Je eten klaarmaken op een groot kampvuur en midden in de nacht was het aardedonker en stil. Ja, fantastisch. De sterrenhemel, kon je zo naar kijken. Ja, gewoon... Ik weet nog dat we elkaar in de arm knepen en zeiden van, kan je nagaan. Dat je gewoon met het maken van video's en foto's, hetgeen wat we het allerleukste vinden om te doen, dit soort prachtige ervaringen krijgen. Ja, hadden we nog niet kunnen bedenken wat het allemaal nog meer bracht. Nee, want daarna kwamen meer opdrachten. Want na een jaar reizen door Mexico konden we vervolgens met zeilschip De Eendracht over de Baltische Zee varen. Van Kopenhagen naar Litouwen in 6 dagen. In de vloggershut. Ja. En dat was voor het eerst een betaalde opdracht ook echt. Dus ja, dat was echt, toen ineens konden we dus geld verdienen met hetgeen wat we het allerleukste vonden om te doen. Ja, we rolden zo van de ene opdracht in de andere opdracht. En we zijn naar Londen geweest, waar we een event hebben bijgewoond. Ja. We zijn naar Ierland geweest, het T-Bags event, waar we andere YouTubers hebben ontmoet. Maar ook zijn we vervolgens met een reispartij gaan samenwerken. Dat heeft ons in Argentinië gebracht, in Chili. We zijn naar Italië gegaan voor een coworking ship. Nou ja,
ga zo maar door. Ja. Dus ja, het was echt heel erg... We zaten echt in een heerlijke flow. En ja, zonder dat we het echt in de gaten hadden... waren we dus gerold in een vak van influencer marketing, content maken. YouTubers geef het een naam. Dat was wel heel erg mooi om te ervaren. Dat we eigenlijk vanuit intrinsieke motivatie in een flow zijn geraakt... en daarmee dus ook iets hebben gevonden waar we onszelf helemaal in konden verliezen. En dat ook nog beide. Ja, ja, dus dat was echt gewoon een fantastische flow. There's the model and the camera. So I think I'm having a great me time. The ultimate refreshing feeling. Met zo'n menno 8 horen. Ja, wat we nog vergeten te zeggen is dat we zwanger zijn geraakt na het dansen van de tango in Argentinië. Ja. Dat was natuurlijk wel heel erg mooi. Absoluut. En ja, we waren gewoon heel erg blij, verrast en ja, super gelukkig. En ik voelde me goed, dus we konden gewoon door blijven reizen. Ja, als laatste hebben we nog een babymoon gedaan in Marokko. Ja. En daarna ben ik bevallen in Nederland en hebben we daar de kraamtijd gehad. Ja, dat was ook heerlijk. Ja, dat was echt fantastisch. Ja. Maar goed, na 3 maanden pakten we het reizende leven weer op, want er kwam een nieuwe opdracht op ons pad. Ja, we konden met een camper door Europa reizen. En we dachten, ja, wat is er nou mooier dan met een klein babytje. Ja. De camper in en Europa in. En dat was ook fantastisch. Ja, dat was echt fantastisch. Ook best pittig, maar wel heel erg mooi. Een fantastische ervaring. Ja. We zijn daarna nog naar Curaçao geweest, naar Wenen. Ja. En uiteindelijk nog een keer naar Marokko met Filou samen. Ja. Merkten we wel al van, het is wel druk zo met zo'n kleintje en met het content maken. Ja, we deden het al een hele tijd. En ook voor Filou al hadden we een beetje het gevoel van, ja, het is toch best wel hectisch. Het reizen, het ondernemen, content maken. Social media actief zijn. Ja, het was echt, het werd steeds meer en meer. Dus ja, we raakten in een soort van reizende ratrace. Ja. Dat denk ik wel. En dat was dan niet de reden waarom we die stap hadden genomen in het begin. Dus ja, we hadden wel zoiets van, het moet anders. Maar hoe? Ja, we waren er nog niet helemaal over uit. Nee. En we hadden ook nog niet echt de tijd gehad en ook niet de tijd genomen om daarbij stil te staan. We gingen maar door en door en door. Maart 2020, corona. Nou, dat heeft natuurlijk iedereen heeft daar zijn verhaal in en is daardoor geraakt. En voor ons betekende het na een schok vooral ineens het gevoel van wow, wat een rust krijgen we nu ineens. Ja. En werden we nog bewuster van wat voor reizende redrace we hadden. En dat wordt echt de bewustwording van nou, we moeten het anders gaan doen. En een aantal dingen gewoon ook eens onder de loep nemen en tegen het licht houden. Ja, je leven staat natuurlijk sowieso op zijn kop met een kleintje. Vooral de eerste 2 jaar merken we dat het gewoon heel veel impact heeft op je leven. Het is niet van, oh, er is een kleintje bij en we gaan gewoon door op dezelfde voet. En dat konden we ons van tevoren ook wel bedenken, maar ja, wat is iets van, ja, we moeten het gewoon gaan ondervinden. En het ging op zich ook wel. Maar ik denk ook zonder Filou dat we op een gegeven moment op dat punt waren geraakt. We liepen echt wel vast. We weten wat we het allerleukste vinden om te doen en dat is content maken. Maar wat is ons verhaal nu? En ja, waar gaan we voor? En ook de verdeling van werk, maar ook hoe jij erin staat, hoe ik jouw beeld erbij voor van de toekomst en dat van mij. En, nu met een kindje, met Filou erbij, hoe gaan we het allemaal doen? En daar hebben we echt wel wat... coaching ook bij gezocht. Precies. Dus zowel op persoonlijk vlak als op zakelijk vlak. Met verschillende mensen, professionals gesproken, gebrainstormd. Ja. En ja, er zijn zoveel mooie dingen uitgekomen. Alles viel op een gegeven moment op zijn plek. Het werd ineens zo helder. Vandaag gaan we een co-creatie doen met de Snijbonen. Een leuke club mensen waarmee we samen gaan nadenken en brainstormen.
weer andere dingen. De dag na de snijbonen brainstorm sessie. Ja, een van de belangrijkste dingen die eruit zijn gekomen is dat onze missie is de zoektocht naar vrijheid. En ik weet nog dat iemand in die brainstorm tegen ons zei van ja, ik vond jullie zo leuk dat jullie gewoon aan het spelen en experimenteren waren. Waarom nu vindt ze het ons ook nog wel leuk, maar ja, het leven ook niet al te serieus nemen, maar gewoon... Het leven is maar zo kort. Dus kort daarna hadden we ook besloten om in coronatijd naar Griekenland te reizen, naar Tinos. Ja, het was een heerlijke plek. We hadden daar een mooie basis gevonden. Een heerlijk huis waarvanuit we konden werken, gewoon konden leven. We waren het eiland aan het ontdekken. We wilden nog wat leuke trips doen ook naar andere eilanden in de Cycladen. Maar bovenal merkten we gewoon dat het weer stroomde. We waren bezig met content maken, wat we het allerleukste vonden. We hadden een nieuwe cursus opgezet. Cursus Vrij Leven, wat nu ook online staat en draait. We hadden zoiets van, ja, we blijven hier voorlopig nog wel een aantal maanden. Dus we hadden ook wel met de huurder van ons huis een afspraak gemaakt van, nou, we willen hier zeker nog een half jaar blijven. Met het idee ook retreats daar te gaan organiseren. Maar goed, toen kwam het hele slechte nieuws vanuit Nederland dat mijn moeder ongeneeslijk ziek is. En dat bracht ons meteen terug naar Nederland. Ja. En inmiddels is mijn moeder na een half jaar is ze overleden. Dus dat is gewoon verschrikkelijk en een hele ingrijpende gebeurtenis geweest waar we nu een beetje van aan het... herstellen zijn, om het maar zo te zeggen, stap voor stap. Zonder te snel eroverheen te stappen, want het is natuurlijk echt een hele intense en intensieve periode geweest het afgelopen jaar. Heeft het ons wel nog meer bewust gemaakt van hoe kort het leven is. En dat je echt nu moet leven. Ja. Het leven is gewoon te mooi en we hebben het leven gekregen. En het is ook iets wat mijn moeder altijd heeft gezegd. Leef het leven. Doe wat je leuk vindt. En geniet, geniet. Dus dat heeft ze zelf ook altijd gedaan. En dat is iets wat we zeker ook meenemen. Absoluut. En wat we natuurlijk ook al wel al deden en ons wel al bewust van waren. Maar nu helemaal. Dat is ook wel de fase waar we nu in zitten. Ja. Los van het rouwproces. Zo je ook echt wel nog bewuster leeft. En dat we aan het voorbereiden zijn voor nieuwe dromen, nieuwe plannen. Ja. Maar wel vanuit rust. Ja. Zodat we nog meer de dingen wel kunnen blijven doen die we het liefst doen, maar op een relaxte manier. Zodat we ook gewoon kunnen genieten van de momenten, terug kunnen kijken. We hebben gekozen voor een structuur die nodig is om dat te kunnen doen. Maar we nemen vooral tijd om ook herinneringen te maken en daarbij stil te staan. En dat echt te doorleven. Dat is waar we nu staan. Ja. Het voelt echt als een nieuw begin. Een nieuw begin. Met z'n drietjes. Met z'n drieën. En vooral blijven ontdekken. Spelen. Ja, dat. Ja. Wat denk je? Tevreden? Ja, ik denk het wel. Echt een leuke herinnering. Wat ga je doen? Taartje eten. Dit is ons verhaal in een notendop. En we kunnen nog uren vertellen over allerlei anekdotes en ervaringen. Maar dit is de kern hoe we uit de ratrace zijn gestapt. Tot twee keer toe dus. Ja. Ja, we kijken uit naar nieuwe avonturen. En onze zoektocht naar ultieme vrijheid blijft doorgaan. Maar dan veel bewuster en vanuit alle rust. We hebben nog een mooie video van ons vertrek uit Tinos, Griekenland. Nadat we het schokkende nieuws van mijn moeder hebben gehoord. Via deze link kun je de video bekijken. En zoals altijd, geniet van je dag. Volg je droom. En we zien je volgende week op zondag. Doeg. Doeg.